Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de SAVO, heeft een versoepeling toegekend van premiesubsidie in zaken BASO en BZV-verzekeringen. Minister Urayqit Ramsaran gaf in het parlement aan dat dit gaat om een versoepeling, waarbij er niet alleen is gekeken naar het proces van een aanvraag, maar ook dat de verzekering voor een langere periode wordt toegekend. Deze verzekering wordt niet meer voor 1 jaar aangemaakt. Niet voor enkele maanden, want dat was ook wat de ronde deed. Maar meteen voor 4 jaren, met de zegen van de regering bij deze, dat we hebben goedgekeurd dat meteen voor 4 jaren dan wordt gedaan. 2, voor de categorie 60+, dat ze alleen hun ID-kaart moeten hebben om aan te tonen dat zij 60+ zijn. En hun verzekering wordt ook meteen aangemaakt voor 4 jaren. 3, voor de categorie mensen met een beperking, dat ze natuurlijk moeten kunnen tonen wie ze zijn, hun ID-kaart. En een verklaring van hun huisarts of een financiële bijstand, beschikking of een handkaart noemt men dat. Dat ze kunnen aantonen dat ze uitkering ontvangen als persoon met een beperking. En voor hun wordt ook meteen aangemaakt voor 4 jaren. 4, voor de categorie van zwangeren, de zwangere vrouwen. Dat ze moeten kunnen identificeren wie ze zijn. En natuurlijk kunnen tonen hun labbewijs bij deze. En dat ze zowel voor hun post- als hun prenatale periode dan gedekt zijn. Dat betekent een periode van 2 jaren. 5, voor de categorie studenten, 17 tot en met 25 jaar, dat de student moet kunnen aantonen 1, hun identiteit, en 2, hun schoolverklaring. Niets meer dan dat. Om de dienstverlening efficiënter aan te bieden en verder te decentraliseren, is er door de regering besloten dat bij elke SZF-kantoor en grote ziekeninrichting van het SZF een SOSAVO basiszorgbalie zal worden ingesteld. We brengen het dus dichter bij de doelgroepen. B. Bij de SOSAVO basiszorgbalie kunnen de bijzondere gevallen ter plekke de status van hun aanvraag doen en opvragen. C. De bijzondere gevallen in deze de groep 016 en 60+. Dat is 1. 2. Mensen met een beperking. 3. De zwangere vrouwen. Het is vaker hier aangehaald binnen DNA. En de mensen met een chronische ziekte die arbeidsongeschikt zijn. Waarbij we ook niet vergeten dat natuurlijk de groep van de binnenlandsbewoners ook worden meegenomen. En dat kunnen ze allemaal op 1 locatie hun aanvraag indienen. En hun goedkeuring meteen krijgen. Waarbij ze meteen binnen hetzelfde uurtje dan wachten op hun kaart en dat ze dat in handen krijgen. Dat betekent, voorzitter en geachte college, dat dat gehele romslom waarover de DNA-leden dan hebben aangegeven, aandacht hebben gevraagd, et cetera, dat nu uiteindelijk alles op 1 locatie dan gedaan kan worden, waarbij de mensen geduldig kunnen wachten, niet alleen kunnen indienen, niet alleen kunnen opvragen, maar zo ook meteen hun kaart kunnen ontvangen op locatie. Voor de categorieën zwangere studenten en personen tussen 17 en 59 jaar wordt de verzekering voor 2 jaar aangemaakt. Elke zwakke huishouden en personen met een beperking die voorkomen in het bestand van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zullen ook in aanmerking komen voor een BASO-BZV-verzekering, zegt de bewindsman.